organ. Met Rinus Groeneveld op saxofoon, Pierre van der Linden op drums. En de heren van Noord en de Wijs op de Hammondorgel. Wie was meneer of mevrouw Hammond? Het was een meneer, John Hammond, een Amerikaan. En die heeft een technicus, die heeft een klok gemaakt waar dus hetzelfde principe in verweekt was als in deze orgels. Klok? Een klok. En hoe kan je nou van een klok een orgel maken, een muziekinstrument? Nou, er is een techniek ontwikkeld, elektromagnetische schijfjes die langs elkaar draaien. Het idee van een fietsdynamo. En vanwege die klok kon hij dat idee verder uitwerken, daar had hij geld mee verdiend. En toen had hij de commerciële idee dat in veel kerken was niet voldoende geld voor een pijporgel ter beschikking. Dus dacht hij met het orgel wat ik kan ontwikkelen door die elektromagnetische schijfjes en zo, kan ik veel kerken voorzien van een orgel tegen geringe kosten en is mijn kostje gekocht. En hoe komt dat Hammondorgel dan weer vanuit de kerk hier bij Janssen-Koot terecht? Dat heeft een lange geschiedenis, denk ik. Er is een aantal organisten geweest, voornamelijk zwarte organisten, ja, die dat orgel langzamerhand populair hebben gemaakt. En de grote doorbraak is gekomen door Count Basie en Jimmy Smith. Nou, ik denk dat je gauw tussen de 15.000 en 20.000 gulden alleen voor het orgel kwijt bent. Nou, hier staat het dus twee. Ze gaan spelen Under the Peach Tree, Never to Much Organ. Never to much organ.